Hallo, welkom allemaal bij weekvlog nummer 29. 29. Nou ja, we hebben weer een leuke week erop zitten. Enerverende week, kan ik wel zeggen. Jullie krijgen natuurlijk nog heel veel van Bled te zien, want dat hebben we vorige week natuurlijk veel te weinig gedaan. We hebben gefietst rondom het meer in Bled. Gewandeld. We hebben een hike gemaakt naar een uitzichtpunt met Misty. Met Misty, ja. We zijn naar het meer van Bohinje geweest. Echt heel prachtig mooi is. En toen zijn we van Bled richting Maribor gereden, ook nog in Slovenië. Daar hadden we al eens overnacht. Dat gebruiken we wel eens als overnachtingscamping richting Kroatië. Maar nu zijn we een paar dagjes geweest en zijn we ook op de fiets naar Maribor geweest. Dat was heel leuk, mooie fietsparen. Ja. En van Maribor zijn we naar Wenen gereden. We hebben niet zoveel beelden van het rijden onderweg, maar er was heel veel snelweg. Dus dat zit er deze keer niet in. Nee. Onderweg naar Wenen. Daar gebeurde het een en ander. Dat was niet leuk. Absoluut niet. Nee, dat hoop je niet mee te maken als je op reis bent. Nee. Helemaal niet eigenlijk. Nee. Maar het is ons overkomen. Ja. En wat het is? Dat zie je in de vlog natuurlijk. Dan moet je kijken aan het einde van de vlog. Ja. Dus je moet helemaal kijken, anders kom je er niet achter. Uiteindelijk is het goed gekomen. Oh, je kan ook gewoon doorspoelen naar het einde. Nee, het is niet goed gekomen. Het heeft gewoon heel veel regelwerk opgeleverd. En vervolg, je bent onthand. Ja, nou, meer zeggen we er niet over. Nee. Maar ik vond Bled wel heel mooi, dat wil ik nog even zeggen. Ja. Want wat ik graag naartoe, en ik moet ook zeggen dat ik het echt wel... Ja, heel mooi vind. Slovenië sowieso, Maribor en Bled. Jij wilde heel graag naar Bled. Dus dat is iets wat afgevinkt kan worden op het lijstje. Ja. En we zitten nu in Katowice, in Polen. Katowice zit in Polen, ja. Al een heel stuk verder. Gaat heel snel. Ja. Maar dat zien jullie, ik weet niet of ze dat volgende week al zien. Want Wenen hebben we ook nog. Maar goed, dat... Zien je wel een keer weer, ja. Gewoon blijven kijken. Daarom. Dus heel veel kijkplezier. En doeg! Hè? Nou, ik sta midden in de bos zoals je ziet. En we zijn bezig met een hike naar een uitzichtpunt vlakbij het meer van Bled. Ik heb lekker de wandelschoenen aan, de stokken mee. Misty is mee, ik zal het schermpje even omdraaien. En je hoort dat ik hijg, dus er wordt flink geklommen. Rudolf die gaat het natuurlijk heel makkelijk af allemaal. Misty die hijgt, maar die was al aan het hijgen voor we weggingen, want het is warm in de zon. Nog wel. Is het hier in het schaduw ideaal? Ja. En misschien straks de sup er toch maar uit, hè? Ja. Gaat het nog, Lian? Nou, het is een aardig klimmetje. We zijn over de helft volgens mij. Oké. Nee. Dan gaan we een stukje verder. Nog een klein stukje, Lian. We kijken wat voor rotsen en omhoog. Ja, met touw. Met touw, staaldraad. En daar moeten we naar boven. Aan de andere kant van het uitzichtpunt kijk je uit op de camping. Ja, je kan niet zien waar wij staan, maar dat maakt ook niet uit. Het is gewoon een prachtig mooi uitzicht weer. Om het bos. Je kan nog hoger hoor, maar dat gaan wij niet doen. Nou, Misty is duidelijk. Die heeft een stok gevonden en die zegt ik ga eerst even liggen. Ik ben helemaal naar boven geweest, nu weer naar beneden. Ik vind het wel goed.
Ik vind het wel goed. Nou, het is nu zo'n 9 uur 's avonds. Rudolf gaat nog even rechtop staan voor de film. We zijn nog even aan de wandel met Misty. Die staat even lekker met de poten nog in het water. En dit is het meer. En verderop is er een... orkest, een concert vanavond. Ja, ik zal eens even kijken of ik een beetje kan inzoomen. We zijn een stukje verder gereden, zo'n 20 kilometer verder van het meer van Bled. En dan kom je bij het meer van Bohinje uit. En dat is dit. En we gaan even een stukje wandelen. Samen met Misty. Maar ook hier is het prachtig. Het is wel wat bewolkt. Het is ook wel lekker. Maar ook wel lekker. Ja. Niet zo bloedheet. En dan moeten we even wachten. Voordat we weer verder kunnen. We hebben nog geen 2 meter gelopen. En Misty ziet alweer gras. Dan gaat ze dit doen. Misty, ga mee. Zullen we even gaan wandelen? En wie zit daar dan? Nou, wat een verrassing. Dit is wel lekker zo hoor. Dat niet zo warm is of niet zo druk? Beide. Beide. Ja, dit is misschien nog wel mooier dan bij Bled zelf. Ja. Nou, bij Bled... Het is natuurlijker dit. Ja, Bled heb je natuurlijk dat eilandje in het midden. Ja, maar heel veel toeristen ook. Ja, Bled is wel echt veel drukker en veel toeristischer. Ja. Ja. Het is hier wel echt wel rustiger. Ja. En je kan hier ook gewoon lekker zwemmen en suppen. We kijken net in het water en die zitten hiervoor allemaal vissen. En die kun je volgens mij wel zien, daar. Hier zo. Oh, 40, 50 centimeter lang. Ik weet niet wat voor vissen het zijn, forellen denk ik. Ze hebben de kleur van steentjes. Maar ik heb geen verstand van vis. Alleen van haring. Ja. Een kibbeling. Een kabeljauw. Een ton. Maar... Zalm. Zoetwatervissen ben ik niet zo van. Maar kijk eens, wat mooi. Lianne, wat hebben we hier op tafel staan? We hebben natuurlijk een Life is Better at the Beach mok van Texel. Hè? Die hebben we natuurlijk altijd bij ons. Ja. Maar we hebben ook crème schnita.
En volgens mij was het zo'n 3 maanden geleden, of ietsjes meer dan 3 maanden geleden, dat we bij Zagreb waren. En toen gingen we naar het plaatsje Samobor. En daar zeiden ze, dit is crème schnita en dit is een speciaal product van Kroatië en van deze regio. En dan moest je naar een speciale bakker. En nou, dat hebben we allemaal gedaan. En we komen nu in Slovenië bij Bled. En dan zeggen ze van, oh, de crème schnita. En dat is een uniek product van Slovenië, van deze regio. Van Bled, ja. En van Bled. Ja. Nou ja. Voor wij denken dat hetzelfde is. Ja. De waarheid zal ergens in het midden liggen. Of het nou ergens tussen Slovenië en Zagreb. Maar het is vast weer heel lekker. En wij noemen het een tompoes. Het is wel een mega tompoes. Zeg maar weer doei. Doei. We zijn nu bij een villa, en niet zomaar een villa. Deze villa Bled? Villa Bled. En deze is in 1885 gebouwd. Ik zal even wat uitzoomen. En door een Oostenrijkse aristocraat. Maar in 1947, na de Tweede Wereldoorlog, heeft Tito hier zijn zomerresidentie van gemaakt. En daar zijn ook vele bekende mensen hier geweest, onder andere Sophia Loren. Maar kijk eens wat een uitzicht je dan hebt. En dan weer op het beroemde eilandje met de kerk in het midden. Nou, prachtig toch? Nou, wij hebben wat besteld hier, zodat we rustig kunnen zitten. Alleen thee en cappuccino? Ja, want het was nog wel aardig aan de prijs. Ja. Het is maar wel weer heel luxe. En je kan hier ook overnachten. Ja. En eten. Dus als je iets speciaals wil, ga hier zitten. Want kijk eens, dit krijg je erbij.
Nou, goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandag en het regent. En we moeten hier weg, want we kunnen hier niet langer blijven staan op deze camping. En het is niet leuk om in de regen af te breken, zeg maar. Dus we schieten al aardig op. Alleen nog even het kleed. Jan is binnen bezig. Dat doen we altijd zo. En dan pakt het voor mij net verkeerd uit. Nou, kijk. Alleen nog het kleed. Nou, Jan moest ook nog even naar buiten. Dan zijn we klaar. Maar het is echt prut weer. Hallo allemaal, het is vandaag woensdag. In Nederland is het dikke storm met code rood. En wij hebben code rood qua warmte. Want het is, ik denk wel over de 35 graden. En dat betekent voor ons dat wij even gaan fietsen naar het centrum van Maribor. En op de fiets is het even net wat koeler. We zijn bijna bij het centrum. Aan de overkant van deze rivier is het al. Dus dat gedeelte, daar zo is het centrum. En hieronder zit een fietspad. En dan kunnen we nog een mooi stukje fietsen. En Lianne staat daar. Nou, Lianne heeft haar favoriete hoedje op. Tegen de zon. Zoals ik zei, dit pad af en dan naar de brug over. En dan zijn we er. Nou, we zijn gearriveerd in het centrum. Het is helemaal goed gegaan. Het mooie is van Maribor, ze hebben allemaal fietspaden. Niet altijd even hele goede kwaliteit, het hobbelt hier en daar wat. Maar ze hebben wel overal fietspaden en wandelpaden. Dus je kan heel makkelijk vanaf de camping naar het centrum fietsen en ook door het centrum heen. Hè? Ja, 6 kilometer. 6 kilometer, dus heel goed te doen. En we zitten nu lekker op het terrasje. We hebben even een broodje besteld. En limonade. En een soort limonade, ja, dat drinkt iedereen, dus dat doen wij dan ook maar. Dus ik ben benieuwd. Nou. Wat eten we vandaag? We hebben lekker tosti met tonijn en sla erop. En wat mayo en ketchup erbij.
En jij hebt een watermeloen limonade en ik aardbei. Het is heel erg zoet, heb ik net al even geproefd. Maar het ziet er lekker uit. We gaan het proberen. Yes. Dus zeg maar weer doei. Eet smakelijk. En het is 5 juli vandaag, dus 5 juli is een speciale dag voor Helga, Roelke, Greta, Judith, Eddy en Danny. Dus... We lopen nu richting een wijnhuis of een wijnwinkel. En hieronder, dus hier zeg maar onder, zit een wijnkelder van 3 kilometer. En dat is de grootste van de wereld, schijnt, of Europa. En die zit dus hieronder. En hier zit dus een winkel. We gaan eens kijken of we naar binnen kunnen. Nou, dan gaan we nu nog op naar de wijnrank. Ja, we zijn net in de winkel geweest, hè? Ja, we zijn net in de winkel geweest. En Rudolf heeft natuurlijk wel wat gekocht. Een rosé en een witte wijn. Wat voor een? Een Sauvignon. Ja, Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc. Ja. Dus die heeft hij gekocht. En was wel leuk. En geproefd ook. En geproefd, ja. En nu gaan we naar de grootste wijnrank. Volgens het... De oudste. De oudste Guinness World Book of Records. De oudste wijnrank volgens het Guinness Book of Records. Van de wereld. Dat is het World Guinness Book of Records. Ja. En er werkte ook nog een Italiaan in de winkel. Die in Frankrijk woont. En een Fransoos. En een Fransoos. En een Sloveen. Ja. Nou. Dus dat was heel gezellig. Ja. Nou, wij gaan naar de oudste... Op fietsen. Wijnrank. Boven het centrum ligt een heel groot park waar je kan wandelen, fietsen. Er zijn gewoon kraampjes afgebouwd. Dus ga lekker genieten in de schaduw.
Nou, we hebben het gered. Dit is hem dan. De oudste wijnrank van de wereld. En het valt mij sowieso wel op dat er heel veel wijnensoorten ook hier zijn. Dus het is ook wel een wijngebied hier. En er zitten ook al druiven aan. Goedemiddag allemaal, ik sta hier voor Camping Kekek in het stadje Maribor. Het is een camping met ik denk toch wel zo'n 50 tot 70 plaatsen. Veelal mensen die een nachtje blijven en dan weer doortrekken naar Kroatië of naar het noorden. Maar Maribor is echt wel een leuke stad om wat langer te blijven. Als ik de camera namelijk omdraai, zien jullie hopelijk dat daar... Ik probeer met mijn vinger dat daar een lift omhoog gaat. Een lift voor de skipistes. Dat je skipistes in Slovenië. Ja joh, ze houden hier zelfs de World Cup wedstrijden elk jaar. Ook de wereldkampioenschappen zijn hier al gehouden. Als je daar naartoe loopt, kan je nu met de fiets omhoog. Je kan rodelen. Het is heel erg sportief dit stadje. En als je dan de camera ook omdraait, zie je hier gelijk stoppen, parking, check-in. Nou ja, dat zijn we niet meer gewend vanaf Albanië en Bosnië. Maar hier zie je duidelijk dat de regels weer een beetje gaan gelden. En je loopt zo verder daar de camping op richting het receptiegebouwtje. Daar kan je dus inchecken en daar zit ook gelijk sanitair achter. Lekker warme douche, kan ik niets anders dan zeggen. En als je dan naar... links gaat, doe het even een beetje snel, want daar zit een meneer. Dit doe ik langzaam. Dan heb je hier al heel veel plekken waar je lekker kan staan voor een nachtje. En dat je dan weer daarna weer door kan rijden. Rechts naast de receptie aan de achterkant heb je heel veel plek voor tentjes. Er zijn nu heel veel vandaag gekomen. Kleine speelruimte. En als je dan doorloopt, heb je daar nog weer plekken. En dan loop je dat tentenbusjesveld voorbij. En dan heb je hier nog weer een stuk of... 12 plekken voor de caravan waar je heerlijk kan staan. Wij mochten niet op het gras staan met onze caravan. We moesten echt hier naartoe. En dan hebben we hier nog een sanitaire ruimte. En nu ik er toch ben hier, neem ik jullie hier eventjes mee. Je denkt misschien houten deuren, het ziet er allemaal degelijk uit. Maar dat is het ook. Het is hartstikke degelijk. En hartstikke mooi. Super toilet. Nou, ik maak er even gebruik van. En als je dan op het toilet zit, nou, dan zie je dit voor je. Dus je weet dat je afval moet scheiden en je weet dat je alleen cash kan betalen. Op elke toilet is dit zichtbaar. Maar er is nog een reden waarom ik jullie meeneem naar dit toilet. Ik doe de deur weer open. Dan loop je eruit. Denk je heel makkelijk. Maar hoho, wacht. Twee stappen. En dan zit me er toch een afstap van 10 centimeter. Elke keer verbaas ik me er weer over. En bij de douches geldt hetzelfde, ook zo'n grote afstand. Maar dat is iets makkelijker, want die gaat gelijk als de deur open is. En wij staan aan de ene achterste rij. Oh, de motorkap staat open. Problemen, Rudolf? Nee, de watervloeistof. De vloeistof, ruitenvloeistof. Oh, gelukkig, geen problemen. Misty is ook blij dat ik hier ben. Nou, dit is gewoon een heel mooi plekje, bijna helemaal achteraan. Maar reis je dus een keer verder... richting Kroatië of denk je bij Graz, ik ga de grens eens over. Maribor is echt een leuk stadje. Dit is een leuke camping waar je best 2-3 nachten kan blijven. Je kan heel sportief zijn hier in Maribor. In de winter en in de zomer met fietsen en wandelen. Maar je kan ook lekker de stad in. En naar de stad toe is het volledige fietspad. De stad is er wel op ingericht. En in het najaar, over 2 weken vinden hier de Jeugd Olympische Spelen plaats. Dus de hele stad is al ingericht met allerlei vlaggen en sportieve activiteiten. Dus zeker leuk bezoekje aan Maribor.
Nou, even een updateje. Het is vandaag dus donderdag. Eigenlijk moest ik nu keihard aan de slag voor de vlog in elkaar te flansen. Ja. Maar Lianne is aan het bellen, want we waren onderweg vanuit Maribor naar Wenen. Daar zijn we nu ook. En er is wat ergs gebeurd. De portemonnee van Lianne lag op het dak bij het tankstation. We hebben daar wat gegeten onderweg en waarschijnlijk weggereden met de telefoon van Lianne nog op het dak. Dus die is foetsie. Nou, we komen daar gelukkig achter dat Lianne hier de camping wilde betalen. En nou hebben we snel onze betaalpassen geblokkeerd. En Lianne is nu de banken ook even aan het bellen voor de zekerheid of dat goed gaat. Vertel het maar, Lianne. Wat is er net gebeurd? Nou, er is helemaal niks gebeurd eigenlijk. Oh. Alles is goed. Er is niks aan de hand. Ik ben niks kwijt. Ik heb al mijn pasjes nog. Ik kan gewoon pinnen en ik kan gewoon... Ik kan helemaal niks meer met mijn portemonnee. Die is weg. Ja, balen, hè? Ja, maar je bleef wel rustig. Ik bleef er wel rustig onder. Het belangrijkste was dat die bankpasjes geblokkeerd werden. Nou, dat is gebeurd. En mijn rijbewijs moet ik nog online melden dat hij vermist is. En dan ook nog de ANWB verzekeringspasje en de zorgverzekeringspasje. Verder kan ik me niet zo goed herinneren wat ik in de actiekaart, maar wat ik in de portemonnee had. Dus dat zal ook wel niet zo belangrijk zijn. Ja, wat geld? Ja, wat geld. Ja, nou, ja. Dat is dan weg. Maar dat, weet je. Beetje sneu, maar goed. Het is een beetje boelsneu, maar belangrijk is dat, dat ze niet bij de bank kunnen. Ja, en je hebt de bank nog even gebeld, hè? Ik heb de bank ook nog gebeld. En ik had het goed geblokkeerd, dus dat is ook voor elkaar. En nu gaan we eindelijk even rustig zitten. Tja. En vanavond nog even voor de zekerheid bellen naar de tankstation. Ja, daar heb ik ook al naartoe gebeld. Nou, jij hebt gebeld naar het tankstation en ik heb gebeld naar de autogrill. Op het tankstation? Op het tankstation, maar daar hadden ze nog niks gevonden. Dus ik denk ook niet dat het daar ligt, als ik eerlijk ben. Ik denk dat het op de snelweg ligt, ergens tussen... Anders gaan mensen nog zoeken. Nou, ik moest een stukje rijden. Nou goed, het is nou eenmaal zo. Het is wat het is. En nou, gelukkig alles geblokkeerd. Ja. En het komt wel weer goed. Dat dacht ik ook. Nou, doeg. Doei. Dit was het me dan alweer. Niet zo'n mooi einde. Voor mij is het inmiddels toch al weer anderhalf week geleden. Dus ik ben er wel een beetje overheen. En ik heb een manier gevonden om mijn geld ergens op te bergen. Verder heb je niks. Nee, je hebt geen portemonnee meer. Ik heb geen portemonnee. Nee. En dus het is heel raar. Maar... Het komt vast weer goed. Alles is opnieuw aangevraagd. Nieuwe pasjes zijn nieuwe al binnen. Nieuwe pasjes van de bank zijn al binnen, van de zorgpas al. Dus rijbewijs is geblokkeerd. Rijbewijs is geblokkeerd. Dus die moet je weer aanvragen. Ja, die moet ik in Nederland weer aanvragen, maar dat komt wel goed. Dus we hebben flink wat te doen als we in Nederland zijn. Gaan we naar Nederland? Ja, we gaan ook weer even naar Nederland. Ja. Eind juli zijn we weer even in Nederland. Een maandje, denk ik. Een maandje in augustus. Ja. Dus wie weet zien we jullie dan wel in het land. Hè? Dit was hem eigenlijk. Ja, je had geen rondleiding van Camping Bled gedaan. Oh, dat was wel jammer. Ja. Maar dat kwam omdat het op de laatste dag heel erg slecht weer was. We moesten weer met regen inpakken. Hebben ze dat gezien? Ja. Nou, daarom heb ik geen camping rondleiding gedaan. Ik heb wel een... Heb ik ook geen van Maribor gedaan? Die heb je wel. Maribor wel, nou. Die zit erin. Ja. Die zat erin. Gelukkig maar. Maar Camping Bled was prima, toch? Ja, leuke camping. Ja. Groot. Ja, wel heel groot, heel toeristisch. Heel maar toeristisch, dat is het hele gebied duur. Ook. Duur. Maar ja. Ja. Maar zeker de moeite waard. Ja, Bled en Bohemia is zeker de moeite waard. Ja. Nou, bedankt voor het kijken dan. Bedankt voor het kijken. En mocht je het leuk vinden, blijf duimpjes geven. Als je nog geen abonnee bent, wij vinden het hartstikke leuk als je met ons mee reist. Dus reis met ons mee en word abonnee. En reacties. Ja, reacties blijven we ook altijd leuk vinden. Ja, zelfs op vorige vlogs krijg ik nog reacties. Dus dat is erg leuk om te lezen. Of positieve feedback. Of ook altijd feedback, goed. Ja. Ja. Dus hartelijk dank als je dat
doe dat vast. Nou, bedankt voor het kijken. En, tot volgende week. Doeg.